Hallo, welkom in ons huis. Nou, welkom in onze hal. We hebben afgelopen jaar eindelijk de sleutel gekregen van ons huis. We hebben ons huis gekocht in 2020 en ja, we wonen er eigenlijk nu pas bijna een jaar. Nou, een jaar is niet heel erg lang om heel je huis in te richten. Mensen zeggen zelfs, je bent je hele leven bezig met je huis. Je huis is nooit af. En daar beginnen we meteen mee, want dit is namelijk de hal. En de hal die is functioneel, maar nog niet af. We hebben nog niet eens een deur. Hier zo, naar de woonkamer toe, zoals je kan zien. Je komt binnen, de trap zit meteen hier zo aan de rechterkant en je ziet meteen, de trap is ook nog niet gedaan. Dus ben je nou een bedrijf die de trap wil doen, mag altijd, hè? Mag altijd. Hier hebben we alle jassen, alle schoenen en een paal. Je kan zelfs onder de trap, is het handig, ik weet het niet. Voordat we naar de woonkamer gaan, we hebben hier onze wc meteen zitten. We hebben de wc helemaal casco laten opleveren. Dus we hebben zelf gekozen wat voor tegels en zo we wilden. En dit is het geworden. We hebben gekozen voor wit. Met dan een zwart muurtje in een vissengraat. En ik ben er op zich nog wel blij mee. We wilden eerst iets heel heftigs doen. Met allemaal heftige koperkleuren en zo. Ik ben blij dat we dat uiteindelijk niet gedaan hebben. Ja, eigenlijk gewoon voor de gasten ook een kraantje genomen en zo. Kijk hoe handig. Heel chill. Nou, en dat is eigenlijk de wc. Gaan we naar de woonkamer. Welkom in dit deel van de woonkamer. We hebben namelijk een woonkamer die vast zit aan onze keuken. Dus we hebben onze keuken en dan aan die kant hebben we de woonkamer, maar eerst hebben we ons eetgedeelte met een zwarte tafel. Heel erg chill, ik wilde heel graag de grootste tafel mogelijk. Als letterlijk alleen al mijn broertjes langskomen met mijn ouders, dan is het vol. We zijn ook heel blij met de lamp. En we hebben dit kastje uit mijn studio gehaald. Die stond eerst bij mij, maar ik vond hem niet zo leuk meer. Toen dachten we nou, we kunnen hem tijdelijk hier zetten, want dit is eigenlijk wel een beetje het idee wat we hier willen. En we wilden eigenlijk zo'n kast hier hebben, maar ja, daar zitten we nou al zo lang over te twijfelen. Normaal niet, we hebben het gewoon nog niet gekocht. Twijfelen niet. We hebben het nog niet gekocht, alleen dat is wel het idee. Zeg maar, dit is het idee, maar dan groter. Nou, welkom in de keuken. Dit is onze keuken. Deze hebben we ook zelf op deze manier samengesteld. Omdat het nieuwbouw is, konden we zelf eigenlijk alles inrichten hoe we dat wilden. En de keuken zat eigenlijk standaard waar de tafel hier zo zit. Ja, wij dachten dat is onhandig. Dan heb je hier een dood stuk over. Vond ik een beetje stom. Dus wij dachten we doen de keuken hier. En we hebben eigenlijk een klein stukje keukenmuur met dingen zoals de koelkast. Dit is in onze koelkast. Ik weet niet waarom mensen dat altijd laten zien, maar dat is het. En daaronder zit nog een vriezer. Haha, dan hebben we hier gewoon een combi-oven en kastjes met, ja, ik ga niet elk kastje openen, maar in elk kastje zit wel iets. We hebben nog op de planning staan dat we smetplinten krijgen door heel de keuken heen, want we hebben al een jaar lang zijn we met het bedrijf van de keuken ruzie aan het zoeken, omdat we de keuken nog niet tevreden mee waren. Maar goed, dat komt goed. Wij zijn ook de enige mensen ooit met een gouden kraan. Volgens mij zei de verkoper letterlijk dat dit de tweede gouden kraan was die hij ooit in zijn leven had verkocht. En de andere was aan Frans Bauer. Nee, dat weet ik niet zeker. Dat zei hij wel. Oh, echt? Ja, dat zei hij wel. Oh. Ik wilde je eigenlijk de snackla laten zien, maar volgens mij is dat echt heel rommelig. Hij is niet aesthetic. Oh my god, hij is echt heel rommelig. Hij was ooit aesthetic. Oh, hij zit ook zo erin gegooid. Ik moet Van Roos de kruidenla laten zien. Ik weet niet hoeveel. Met heel veel dingen heb ik een beetje van, ik weet niet hoeveel mensen keren om bepaalde dingen. Oh, hier zit trouwens de wasmachine. De wasmachine zit hier. Afwasmachine. De afwasmachine. Nou, dus hier maken we altijd onze koffertjes en dat soort dingen. Voordat we naar dat andere deel gaan van de woonkamer. We hebben hier nog een deur. Nou, Roos, waarom kom je zo dichtbij? Welkom in my life. Ja, hou eens op. We hebben hier nog een deur. Deze die hebben we hier geplaatst omdat we dit chill vonden. We hebben hier namelijk de berging. Dit is onze berging. Dit is ook de enige opbergplaats die we hebben voor eigenlijk al onze spullen. Want we hebben geen zolder, omdat we een plat dak hebben. Dus waar zou ik beginnen? Ja, we hebben hier eigenlijk opslag van heel veel dingen die we niet heel veel gebruiken. Slash moeten opslaan. Dit hebben we laatst toegevoegd. Dit is mijn workbench. Ik voel me nu een echte mannelijke vader met mijn eigen tools. Hier kan ik dan even hameren. Zo. Alles wat met
klussen te maken heeft, zit hier. En ik ben wel echt meer gaan klussen sinds we het huis hebben. Hier ben ik nog niet helemaal tevreden mee, maar het is fijn dat we het hebben. Want ik vind het eigenlijk een beetje rommelig dat je zeg maar alles ziet staan. Het liefst heb ik iets wat ik dicht kan doen. Hier staan heel veel van mijn spulletjes die over zijn. Tenminste, dit zijn de doosjes en de poppetjes die staan zeg maar in mijn studio. We hebben hier een klein vakje met boodschappen en zo wat we extra hebben of meer. Er staat hier een tv die we echt al bijna een jaar er hebben staan. Je gaat niet geloven, maar we kregen een tv bij onze tv toen we hem kochten. Heel raar. Dat was de actie. Hier staan onze fietsen. Dit zijn eigenlijk niet onze fietsen. Met deze fietsen gingen we naar Zandvoort toe. We hebben ze nog steeds niet teruggebracht. Dit is mijn elektrische fiets en roosterfiets. En hier is de deur naar onze auto's. Naar onze oprit. We hebben een oprit. We hebben hier een soort sporthoek. Dit gebruik ik echt het allermeest. Dit kan ik ook heel goed. Die is niet van jou. Jawel. Hij is banden slecht. Niet erop! Hoezo niet? Die gaat kapot! Die gaat die kapot! Zoals je hoort hebben Roos en ik ook wel eens ruzie. Dit is eigenlijk hetgene wat ik graag wilde. Maar ik heb het de afgelopen tijd niet heel erg veel gebruikt. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar hier kan ik, dit is eigenlijk gewoon een soort multi-tool rack. En dit bankje kan ik nog daar neerzetten. En dan kan ik een beetje wat sporten. Maar wat me nu een beetje tegenhoudt is dat ik de dumbbells echt heel erg irritant vind. Want ik moet elke keer als ik de dumbbells gebruik. Ten eerste zijn, ja, het komt heel erg pas terug over. Maar ze zijn niet zwaar genoeg. Dit is zeg maar het maximale wat ik erop kan doen. En dat is dan aan één dumbbell. En dan heb ik niet meer genoeg voor de andere. En ik moet elke keer dan de dingen afdraaien. En dan moet ik dingen erbij doen. Ik heb dus gekeken naar zo'n dumbbell die je dan meteen kan instellen. Weet je hoe duur dat is? 600 euro! Dat is super duur. Dus ik dacht, nou, daar heb ik even geen zin in om dat uit te geven. Maar je kan hier ook nog pull-ups doen. Wat hebben we dan nog meer? We hebben hier bijvoorbeeld een doos met allemaal oude spullen van mij en wat oude spullen van Roos. Hier hebben we echt super veel spelletjes. Mensen zeggen elke keer als ik een foto of een video maak van de spelletjeskast. We hebben hier 16 keer Catan. We hebben dat een keer gekregen van de maker. Dus daarom hebben we elke Catan die er bestaat. Dus eigenlijk, we spelen eigenlijk nooit Catan. We spelen eigenlijk het meeste spellen die je hier ziet. Ja, hè? Ja. Eigenlijk alle spellen die je hier ziet spelen we echt het meeste. Zo zijn ze ook opgeruimd. Ja, daarom, ja inderdaad. Ja, we hebben ze allemaal links opgeruimd. Een kastje met eigenlijk alle spullen van de konijnen van Roos. Maar die staan buiten en hier staat alles opgebergd. Dit is een deur. Die gebruiken we dus echt nooit. De deur gebruiken we echt alleen als we de frituur gebruiken. Heel veel buren van ons hebben er ook letterlijk een kast voor gezet. Dat ze dachten van ja, we gebruiken hem niet. Dat komt vooral omdat we die hebben. We stappen hier namelijk letterlijk uit de auto. En dan lopen we vaak meteen hier naar binnen. De voordeur gebruiken we eigenlijk ook nooit. Ja, zelf gebruiken wij die niet. Alleen als er gasten komen. Of de postbode. Oké, laten we verder gaan naar de rest van de woonkamer. Dit is het. De bank en de tv. Meer is het eigenlijk ook niet. We hebben hier nog een stukje waar rooster platen staan. Dit is een collectors item, deze. Ja, er zit een handtekening. Er zit ook echt los erin. Dankjewel Ed, voor de handtekening. Nou, we hebben hier One Direction. One Direction, Disney, Tarzan, Papa Hoete. Het staat eigenlijk bijna nooit op, maar we hebben wel heel veel platen. Dit is een beetje aesthetic ofzo. Nou, dit is toch leuk, toch? Deze wand? Ja, het ziet er leuk uit. Alleen dan trek je deze la open en het zit dan helemaal vol met... Ja, het ging mis. Ja, met dingen van konijnen. Alles van de konijnen zit ook hierin. Lekker aesthetic. Nou, zodra je het laadje dicht doet, zie je dat niet. Qua woonkamer weten we eigenlijk heel lang al niet echt wat we ermee willen. Want de bankindeling ziet er waarschijnlijk een beetje raar uit. Dit hebben we laatst zo gedaan omdat we gewoon even wilden kijken hoe het staat als we de bank even wat meer in een hoek neerzetten. Eigenlijk missen we net nog zo'n recht leuningstuk, zeg maar. Maar je hebt nu wel zeg maar twee stukken waar je gewoon lang uit kan zitten. En het is wat meer inviting om überhaupt te gaan zitten, want elke keer als we nu met gasten zijn, dan gaan we vooral bij de tafel zitten. Niet dat het erg is, maar je gaat nooit echt chillen bij in de woonkamer, wat ik eigenlijk wel wil. Dus we missen nog stoelen. Je ziet waarschijnlijk dat hier niks staat. Het liefst betrekken we dit eigenlijk zeg maar een beetje bij de woonkamer, dat het een beetje zo'n hele zitgedeelte wordt. Normaal liggen alle kussens van buiten, liggen hier allemaal, maar ik denk als de zomer een beetje klaar is en we gaan niet meer zoveel buiten zitten, dan doen we die naar de berging toe en dan halen we daar nog wel wat voor. Maar het idee hier is dus dat we ook nog even wat stoelen kopen hierbij en dat je dan lekker kan zitten. Oh ja, deze die willen we ook nog vervangen. Deze is echt lelijk. We zoeken nog een heel leuk meubel voor de koffietafel. Dit is ons tv, daar zijn we wel echt heel blij mee. Hij is wel echt vies. Hoe kan hij nou vies worden als je er niet aan zit? Het is een OLED en ik ben eigenlijk wel blij met de maat. Mijn vader die zat me echt te pushen van koop 87 inch tv, is gaaf man, is gaaf. Maar ik dacht van nou, dat heb ik gewoon niet heel erg nodig ofzo. Dit meubeltje is leuk voor nu. Alleen ik zou het vet vinden als we hem wat meer zeg maar
Als we er meer een soort van meubel van zouden kunnen maken. Maar ik heb dat tot heden nog niet echt gevonden of zo. Deze is gewoon van de IKEA. Hierin zitten dingen zoals... Oh, ik wist niet eens dat dit hierin zat. Het zijn fotoboeken. Ja, dit is van de Wintersport. Hey, Disney. Een mini boekje van Disney. Vergeet gewoon dat je dit hebt eigenlijk. Wat staat hier allemaal in dan? Bandana time. Hier zitten vooral dingen in van de Switch. Ik heb al heel lang eigenlijk niet meer geswitcht. Ik heb ook Zelda nog steeds niet uitgespeeld. Erg, hè? Die nog. En, ja, maar dit is echt een rommel. Ja, wil je die eigenlijk niet laten zien? Maar kijk. Hier liggen alle kabels. Alles is kabelloos, maar alles is wel daarin gedumpt. Zullen we naar buiten? Ja, hè? Laten we naar buiten gaan. Nou, welkom buiten. Eigenlijk het enige wat we buiten hebben is een terras. Voor de rest hebben we geen tuin. Maar dat is niet zo erg. Deze die staat normaal ergens anders, maar het waaide zo hard dat hij omviel. Dus we hebben hem even wat dichter bij het huis gezet. Hier hebben we het paleis van de konijnen. Dat zijn de konijnen van Roos. Wil je er zelf wat over vertellen? Dat is Lily die erin zit. Daar is Gil. Lily en Gil zijn broer en zus. En het zijn Nederlandse hangoordwergen. Ik heb dit laatst gemaakt. Mocht je afvragen, wat is dit? Dit is tegen de regen. Vannacht heeft het gestormd. En ze hebben 3 verdiepingen. En dit hok staat gewoon open. Dus ze kunnen over het hele terras. Want ik heb het hele terras bunnyproof gemaakt. En ze zijn geboren in januari. En we hebben ze sinds maart. Ze hebben eerst een tijd binnen gezeten. En nu zijn ze naar buiten. En als je meer wilt weten, moet je mijn TikTok volgen. Want daar laat ik allemaal bunny updates zien. Nou, dit is eigenlijk de rest van het terras. We hebben gewoon een gezellig zithoekje gemaakt eigenlijk. Met een parasolletje die we uit kunnen klappen en wat gezellige grasjes en zo. Voordeel is, we hebben eigenlijk altijd zon vanaf uurtje of 2 totdat hij ondergaat eigenlijk. Dus eigenlijk best wel chill. Dus in de ochtend worden we niet ons huis uitgebakken. Er zijn wel andere huizen die hebben echt heel erg veel last van de zon. Die hebben ook allemaal van die screens genomen. En die hebben die de hele dag dicht, want de zon staat echt vol op hun huis. En zoals je misschien al had gezien, we zitten lekker bij het water. Dus het is erg rustgevend. Hier hebben we nog een klein leeg stukje. Ik wil eigenlijk heel graag hier iets van een buitenkeuken of zo. Maar Roos, die wil weer een jacuzzi. Dus we zijn in een strijd hierover. Of we willen allebei. Ik denk dat het tijd is om naar boven te gaan. Oké, boven komen we aan in... De hal met deuren. We hebben 1 slaapkamer, 2 kamers, badkamer en een waskamer. Hier is mijn studio. Maar daar gaan we als laatste heen natuurlijk. We hebben hier eigenlijk identiek de wc die we beneden ook hebben. We hebben alleen 1 aanpassing hier. Het enige wat we hier anders hebben gedaan is dat we geen fonteintje hebben genomen. Zo irritant vind ik dat altijd. Dus wij dachten, weet je wat, wij nemen lekker geen fonteintje. Dus we kunnen gewoon zitten en dan niet mijn hoofd stoten aan een fonteintje. Hier ook weer gewoon de vissengraat genomen en dan de normale tegeltjes aan de muur. Oh, misschien is je wat opgevallen, misschien ook niet. We hebben boven en beneden hebben exact dezelfde vloer. Maar de vloer hierboven hebben we dus in planken laten leggen, dus zeg maar recht. En beneden hebben we ze in vissengraat laten leggen. Vonden we toch iets chiquer beneden. Maar voor boven vonden we het een beetje iets too much. En heel erg onnodig, denk ik. Dus ik vind het een goede keuze. Ik ben nog steeds blij. Hier staat even wat rotzooi. Als je je afvraagt, waar doe je dan de was? Nou, in deze wasruimte. Dit is ons washok. / rommelhok. / hok. Ik weet nog niet zo goed wat voor hok dit is. Je schrikt vast van de hele grote buizen gebeuren hier zo. Dit is eigenlijk de ventilatie van het hele huis. We hebben namelijk geen airco's en dat soort dingen. We hebben een centrale ventilatie en we hebben vloerverwarming en verkoeling. Dus we hebben in principe geen airco nodig. Al denk ik soms wel van, ik vind het toch wel nog iets te warm, vooral boven. Nou ja, hier staat de wasmachine. Droger, strijkplank. En we hebben hier in dit washok hebben we ook de tegeltjes laten zetten. Dat vonden we eigenlijk in heel veel van die Amerikaanse washokken vonden we dat heel leuk eruit zien. Alleen we hebben er nog niet echt zo'n washok van gemaakt. Het grappige is, bij heel veel van dit soort projecten, zoals deze planken aan de muur, dit heb je allemaal ook kunnen zien hoe ik dit in elkaar heb gefixt op TikTok of op Shorts of op Reels. Dus als je allemaal dat soort kleine projectjes en kleine vlogjes wil zien hoe dat allemaal tot stand is gekomen, eigenlijk de meeste die staan wel op een Short of Reels of TikTok. Hier staan vooral veel koffers en dat soort dingen. Dat doet me er toch een beetje aan denken dat we misschien nog meer opslag nodig hebben dan dat we dachten. Dit lijkt, vind ik, nog een beetje op een winkel. Wil je dit hebben? Wil je dit kopen? Dat kan. Wat moeten we hier nog meer zeggen? Niet echt veel. Hè? We hebben hier de omvormer van onze zonnepanelen. In principe is dit huis helemaal energie neutraal. Dat is niet per se iets waar ik voor heb gekozen, maar dat was gewoon zo bij dit huis. En hier hebben we onze wasmanden en zo. Nou, niet dat dat heel erg interessant is. Dus dat, laten we gaan naar jouw kamer. Ja, we gaan naar jouw kamer.
Hallo en welkom in mijn kamer. Ik heb het laatst veranderd en ik ben er nu eigenlijk wel een beetje blij mee op zich. Dit is een van mijn hobby's, mijn plantjes. Ik heb een stekje gemaakt. En deze is ook heel mooi. Kijk. Nou, even genoeg over mijn plantjes. Dit is mijn fotowall. Die is nog in aanbouw, want ik wil hem helemaal vol hebben met plantjes en foto's en dingetjes. En dan heb ik allemaal soort herinneringen gemaakt. Zoals met jou in Londen, mijn vorige hond Jans, het concert van Harry Styles. Ik weet, we hadden vroeger een duif als huisdier. Die was tam, die heette Cookie. Verder heb ik gewoon wat gezellige lichtjes. Ja, een soort van tempel voor Harry Styles. En met dat kaarsje wel een beetje. Dit is mijn inpaktafel. En hier pak ik alle bestellingen in die ik krijg op mijn www.lieseroos.nl. Daar maak ik mijn sieraden. Dus hier pak ik dat allemaal in. En dan heb ik allemaal laadjes met dingetjes en stickers en zo. Heerlijk. Dit is mijn computer area. Beetje internetten. Koffietje erbij. Ik kreeg heel veel vragen altijd naar dit lampje. En dat lampje is van Amazon, maar hij is niet meer te koop. Dan heb ik hier nog mijn sieraden. Dit is een beetje een rommeltje. Dit wilde ik eigenlijk niet in beeld. Maar dit hier maak ik al mijn sieraden. En dit is ook een hobby van mij. Want ik doe mijn eigen nagels. Mijn pinboard met al mijn Disney pins. Al mijn stash voor mijn sieraden maken. En dan heb ik hier mijn laatste hobby. Want dat is mijn miniatuurhuisje. Hij is nog niet helemaal af. En dat was mijn kamer. Nou, welkom in onze slaapkamer. Er staat eigenlijk alleen een bed. We hebben er expres voor gekozen om hier geen tv te nemen. Want we dachten, we hebben beneden een hele zitplek. Wij wonen hier met z'n tweeën. We hebben niet echt, zeg maar, ook nog een tv hier nodig. We kunnen ook beneden ook gewoon, als we moe zijn, een film kijken, toch? Roos heeft eigenlijk de slaapkamer een beetje sfeer gegeven door nieuwe nachtkastjes en nieuwe schilderijtjes en zo te doen. We hebben ook gekozen voor een lekker chill, heel zacht kleed. Alhoewel, hij was zachter. Dan gaan we door naar de kastenkamer. We hebben dus aan onze slaapkamer vast hebben wij een kastenkamer. Daar zijn we heel blij mee, zodat we niet ergens anders kasten hoeven te doen. Dus kom mee. We hebben een hele eerlijke indeling gedaan van 50-50. De helft van de kast is van mij, de helft van Roos. Dit zijn mijn twee kasten. Plus deze. Hier heb ik eigenlijk voornamelijk allemaal jassen hangen. Bloesjes, jacks, dat soort dingen. Hierboven hebben we nog een vak voor spullen die we iets minder gebruiken. De rest is van Roos. De indeling van Roos begrijp ik niet heel goed. Maar ja, maar die schijnt er wel te zijn. Nou, wil je zelf je kasten laten zien? Oh ja hoor. Zo makkelijk is het. Top. Ja, en we hebben een spiegel. Een hele grote, chille spiegel. Dit was eigenlijk mijn enige requirement in de kastenkamer. En we gaan nu naar de badkamer, want die hebben jullie ook nog niet gezien. Welkom in onze badkamer. Wederom hebben we zelf de badkamer samengesteld. In de oorspronkelijke indeling zat namelijk geen bad en Roos wilde heel graag een bad hebben. Nou, we hebben eigenlijk een hele standaard indeling. We hebben hier ons wastafeleiland. Dan hebben we het bad. Nou, best wel een groot eivormig bad. We missen nog een beetje iets van een ronde mat. En een neppe plant. Ja, wil ik daarop. En we hebben überhaupt nog een verhuispeertje. En dan hebben we hier onze wasstraat. En dat was de badkamer. Zoals je kon zien, dit was trouwens ook precies weer hetzelfde thema als dat we, zeg maar, in de wc's hadden. Nu hebben we nog maar één ding te gaan, dames en heren. En dat is mijn studio. Nou, dit is dus de vernieuwde studio. Toen wij hier gingen wonen en alles klaar hadden gemaakt hier, had ik een heel ander idee bij wat ik wilde. En uiteindelijk ben ik het toch weer helemaal anders gaan doen. Ik heb best wel recent nog alle muren een andere kleur geverfd. En de hele backdrop heb ik veranderd. Laten we maar even hier beginnen. Ik heb de hele achtergrond heb ik volgezet met dingetjes die persoonlijk voor mij een beetje iets betekenden. Of dat je een beetje een soort reference hebt naar iets van toen. Ik heb hier mijn Feed Awards. Ik heb mijn Woody. Dat vind ik persoonlijk gewoon heel, heel leuk. Ik heb een paar Overwatch statues. Ik heb een paar League of Legends figures. Heel veel zijn ook meer waard dan dat ik ze voor gekocht heb. Best wel interessant. Deze die is gekocht voor 40 volgens mij en hij gaat voor 800. Ik heb mijn Fun Awards en mijn Legend of Gaming Awards heb ik erin staan. Ik heb hier natuurlijk mijn playbuttons op de achtergrond. Ik heb een beetje ruimte overgehouden voor de 1 miljoen playbutton natuurlijk. Die gaat hier nog een keertje komen. Dit kastje heb ik gehaald bij de IKEA gewoon. En er staan dingen op zoals mijn camera's. Dit heb ik best wel recent gemaakt nog. Dit is de
planten muur. Deze muur heb ik gemaakt omdat ik dat er heel leuk uit vond zien. Als je wil weten hoe ik hem heb gemaakt, ik heb hier echt een hele, nou best wel uitgebreide video over gemaakt op mijn shorts, TikTok, Reels, waar je hem ook wil kijken. Hier wil ik heel graag nog een stoel. Hier staat mijn Minecraft chest. Dan vraag je je vast af, wat zit er in de chest? Hoeden. En zo. Dingen zoals hoe... Die is van mij! Ja. Ja, die is van jou. En die heb ik gepikt. Hier hebben we een hele muur die dedicated is aan TwitchCon Amsterdam. Dat was best wel een hele zieke experience. Dus echt een ervaring die ik nooit meer vergeet. Was super vet. Dus daarom wilde ik heel graag een muurtje een beetje daar aan dedicaten met leuke frames en zo. Dan hebben we hier iets wat ik recent gekocht heb. Dus een loopband. Die schuif ik onder mijn bureau en dan kan ik lopen terwijl ik aan het werk ben. Is top. Er zijn natuurlijk ook een paar dingen die ik heb meegenomen, zoals het reuzenrad. Die moest ik weer ergens laten in de setup. Dit heb ik ook best wel recentelijk geïnstalleerd. Dit is een nieuwe kast, maar er staan vooral dingen in die ik gewoon eventjes makkelijk wil opslaan. Zoals bijvoorbeeld hier liggen nog allemaal sokken van mijn webshop, van Sylvester en zo. Als ik dan even wat wil versturen of iemand heeft een bestelling gedaan, kan ik het gewoon makkelijk pakken, kan ik het versturen. Mijn Pokémon kaarten liggen hier. En bovenop heb ik een paar dingetjes gezet die een beetje herinneringen zijn. Of die ik tof vind. Heel de kamer zit vol met dingen die ik tof vind. En dan gaan we nu naar mijn setup. Dit is de setup. Ik heb 3 monitoren. Ik heb er eentje rechtop staan omdat ik dat wilde proberen. En dat vind ik toch wel heel erg relaxed. Dit, fun fact, is gewoon een tafel. Dit is een eettafel, want ik zocht heel erg naar een bureau die deze kleur was en die bestond gewoon niet. Dus toen dacht ik ga hem zelf maken. Toen heb ik het onderstel van mijn zit-sta-bureau heb ik gewoon gemonteerd onder dit bureau. En het werkt heel goed. Ik heb een stoel van Logitech X Herman Miller. Elk beeldscherm die ik heb zit ook los, zodat ik hem zeg maar apart van elkaar kan afstellen. Dat is best wel fijn als je dan ineens iets anders wil doen. Toetsenbord, muis en muismatcombinatie ben ik ook heel blij mee. Ik hou van heel kleurrijk en een beetje persoonlijk. Dit is nog steeds de tweede microfoon die ik ooit gekocht heb. Hij hangt echt aan een zijden draadje. Of tenminste, letterlijk hangt hij eigenlijk aan 2 tie wraps. Maar het werkt, weet je wel. Als het werkt, moet je het niet veranderen. Heel veel mensen vragen ook wat dit is. Dit is gewoon een bureaulamp eigenlijk, maar dan op een functionele plek. Het is geen lamp om je beeldscherm te verlichten. Het is gewoon een bureaulamp, zodat je bureau beter verlicht is. Dan is hier mijn camera setup. Die pakt een heel mooi beeld van de achtergrond eigenlijk. Voornamelijk voor mijn livestreams. Die heb ik hier op een statief staan met eigen lenskitje en een eigen monitor. Ja, nog wat figures die ik heb. En ik dacht, nou, die doe ik dan daar. Ik mis alleen een beetje iets van belichting erop. En daar komen daar nog wat panelen voor tegen het geluid, want het is nog steeds wel een beetje galmend. Dit is wel echt al veel minder dan dat het was. Maar ik denk als ik hier nog een paar geluidspanelen doe, dan is het grootste deel eigenlijk wel gefixt. Hier staat dan nog mijn computer op een apart tafeltje met zijn eigen spullen. En wat er allemaal in de computer zit, dames en heren, ik heb geen idee. Ik heb deze nu alweer 2 jaar of zo geleden in elkaar gezet. En ik doe altijd gewoon een heel nieuw systeem en dan zetten we het beste van het beste erin. Volgens mij, ik zou niet eens weten meer wat voor videokaart hierin zit. Wat is het, een 3090 of zo volgens mij zit erin. En dit is eigenlijk alles wat ik kan en wilde laten zien van mijn huis. Ik had eerst ook gezegd dat ik voorlopig nog geen huistour wilde doen. En daarom is die nu eigenlijk ook pas na bijna een jaar is er pas iets. Komt ook omdat we van heel veel dingen gewoon nog niet wisten wat we ermee wilden. Heel veel dingen waren nog niet af. We zijn er namelijk ingekomen. We hadden allebei geen meubels. We wilden sowieso eerst even een beetje settelen. En ik vond het hele stigma rondom de house tours heel erg vervelend. Namelijk als mensen vaak een house tour doen, dan zit het vol met gesponsorde dingen. En dat vind ik zelf gewoon heel erg irritant. Er is ook eigenlijk niks in ons huis gesponsord. Ja, ik dacht, ik zeg het er gewoon heel even bij, zodat mensen niet denken van, oh, hij ligt wel heel erg zijn badkamer uit. Zijn badkamer zal vast gesponsord zijn en dat is het niet. Als mensen iets willen sponsoren, dan kunnen ze me altijd een mailtje sturen. Natuurlijk bijvoorbeeld voor de deur of voor de trap of voor een kast of zo. Of voor iets anders moois qua kunst. Je kan me altijd een mailtje sturen. Ik wil vooral jou ook heel erg bedanken, degene die dit kijkt, want het klinkt heel erg cheesy, maar als niemand mijn video's keek, dan kon ik mezelf ook niet zo'n mooi plekje voorloven. Dus dankjewel daarvoor. Dat apprecieer ik echt heel erg. Like alsjeblieft de video en dan zie ik jullie in de volgende. Doei!